Ik ben vandaag met Ariana. Dit is een hondje van Jokerie. Ze kent in principe alles wel, maar we gaan vandaag een beetje de klikkentraining toepassen. Kijk hoe je daarmee begint en wat je daarmee gaat doen. Doelstelling van de klikker is de klikker. En ik heb snoepjes in mijn zak zitten. Iedere klik die hij maakt, dat is een beloning. Dus je klikt eerst en dan geef je een beloning. Dat zijn de snoepjes in dit geval. Maar het kan ook een balletje, een vlostuitje, iets wat de hond leuk vindt, kan dat zijn. In het begin doe je dit eigenlijk met alles aanleren. Tenminste, als je iets nieuws gaat aanleren en je gaat klikken gebruiken, dan geef je elke keer weer de beloning. En dan later ga je dat afbouwen. Gaandeweg zal je ons een beetje zien kijken wat we gaan doen en hoe we aan de slag gaan. Nogmaals, Ariane die kent alle commando's al, dus het is een beetje vals spelen, maar moet kunnen toch? Zoals je zag, ik gaf eerst de klikker en daarna kreeg ze het koekje pas van me. Ik zet er wel op de plaats waar ik het wil hebben, want anders gaat ze niet snappen van ze wil dit of ze wil dat. Dus zo gaan we aan de slag. En volgens mij zet jij naast mij. Dus dat zetten we dan weer terug. En dan krijgt ze natuurlijk geen beloning. Nee. Als je ziet gaat Ariane het een beetje beter snappen, dus ze gaat begrijpen wat ik bedoel. En ze vindt het ook leuk, want ze loopt lekker mee. Kom mee, kom. Zoals je zag, ik gaf nu twee opdrachten en dan kreeg ze pas de snoepje. Ik gaf wel nog steeds de klikker. En dat gaan we zo steeds verder afbouwen om ons doel te bereiken. Het is wel de bedoeling dat de klikker op een gegeven moment weggaat. Maar het is ook wel van belang dat ze... even wachten. Ja. Dat ze... dat hij ook af en toe weer eens terugkomt. Het is voor hun een leuke reminder van, zo werkt de klikker en we gaan aan de slag. Nou, met Ariane gaan we nu even wat basisoefeningetjes doen.
Ik doe het gewoon lekker hier. Ik ga niet de hele tijd lopen met haar. Als je ziet, ruikt ze de snoepjes in mijn zak. Dus ze heeft er zin in. We gaan het stap voor stap aanleren. Ja, stiekem, ze kent ze al. Maar goed, hey, een beetje vastspelen mag toch. Normaal gaat de hond natuurlijk naast je zitten. Zoals hier. Maar om het voor jullie wat makkelijker te doen, zet ik er even voor me. Hou er rekening mee dat ze echt naast je moet gaan zitten. Ja. Je gaat al zitten. Je speelt vast. Zag. Ik geef het commando zit. Ze wou niet gelijk zitten, dus ik help haar met zachtjes op de kont te duwen. Te begeleiden eigenlijk is het. En dan gaan we zo verder de dingetje doen. Ik zet er nog een keertje in, als ze er zin in heeft, in sta. Zeggen we zit. En je zag al, ze snapt hem al wat sneller. Ik ben iets slow met mijn snoepie, maar dat is ook minder belangrijk. De klik is het belangrijkste. Dan gaan we nu beginnen met af. Laat ze weer even staan. Nou, normaal gaat de hond in zit eerst. En in de puppycursus leren we het aan. Oh, dan moet ik wel een klikker bij jou. Om onder de pootjes. En dan brengen we ze zo naar de grond. En dat is af. Ga je uitbreiden met dat ze weer even zit. Eerst het handcommando. Weer de pootjes en af. Ik krijg nog steeds een snoepje. Het is allemaal heel spannend en interessant en leergierig. En dan gaan we het nu op de wat volwassenere manier doen. En dat is via de schouderbladen. Oh, hier achter op de schouderbladen heb je een zacht gedeelte, net achter de schouderbladen. Daar zet ik mijn handen neer. Het is niet dat ik duw, maar ik maak zijwaartse beweging en ik zoek een beetje waar ze in uit evenwicht is en daar zet ik door en dan krijgt ze van mij weer een klikkertje en wat lekkers. Ja, goed. Maar nogmaals, af. Gaan we er wat helpen. Heel goed. Ik kan ook af en toe een eye over de bol geven natuurlijk als lekkers. Maar voor haar is het nu even wat prettig om een snoepje te doen. Ik ben natuurlijk een vreemde begeleider voor haar. Dus ze vindt het wel te spannend bij mij. Even denken hoor, wat gaan we dan nog meer doen? Zullen we even wachten? Ja. Ik zet de hond daar neer. Of liggen, mag ook. Dan zeg ik wacht. Ze meet een lijnlengte. En dan inderdaad nodig eruit om te komen. Nou, ik ben te laat met mijn klikker. Helaas. Maar dan gaan we nog een keertje doen. Ja, kom. Heel goed. Eens kijken of ze uit zichzelf afgaat. Nou, blijkbaar niet. Oh, toch wel. Ik ben moeilijker bij mijn kopie, zie je het? Oh, je hebt het rooi. Oké. Okay. Ja, nou, ik zit nog steeds op het grond met Ariana. We gaan de oefeningen die jullie net hebben gezien, waren redelijk kort op elkaar. Dus we gaan nu een beetje uitrekken. Ze heeft het wel een beetje warm, dus we gaan niet te lang in de zon zitten. Dat is ook niet goed voor de honden natuurlijk. En voor de baas. Oh. Hierbij. We beginnen met wacht. Nee. Wacht. Het is iets langer. En dan roep ik weer bij me. Adriaan, kom. Kom. Ik
twee zitten. Ik heb nu eventjes bijgepakt. Die is iets ervaarder met de klikker en de vervolgkracht daarvan. Ik heb Jess eventjes aan mijn heupgordel gedaan. In verband met dat ik dan mijn handen vrij heb. En dan kan ik wat makkelijker met de klikker en de koekjes aan de slag. Dus ze zit even aan de heup vast. Je kan het ook gewoon natuurlijk met een normale lijn doen. Dat is geen probleem, maar dat leggen we voor de andere keer. Ik ga ook even met Jess beginnen met standaard dingetjes. Nou, naast. Af. Kijkje. Auw. Tel je vingers even na aan het einde van je snoepjes, van je kliktraining. Dat is altijd fijn. Wachten. Nou, Jess die is al gewend om wat langer te wachten. Dus die breid ik ook wat langer uit. Maar ook niet te lang natuurlijk. Voor. Nee. Voor. Heel goed. Even denken. Aardig goed. Even Jess uit de brand helpen. Nee. Kom naast. Andere kant. Naast. Zo. Even denken, wat kan Jess nog meer? Tussen. Een stukje achteruit. Jess, back, 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 back. Zitten. Heel goed. Nou, een stukje vooruit. Vooruit. Nee. Vooruit. 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 Zo. Die raakt een beetje door het dol heen. We gaan even weer terug naar de basics. Naast. Hutje. Af. Hutje. Met heuvels te klikken achterwege, want het is een beetje opgekocht. Dus dan doen we het even gewoon wat anders. Zit. En je zag na het rondje lopen, dan wordt ze wat rustiger. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Just tussen. Hutje. Jess die hoeft niet altijd snoepjes. Klik is voor haar genoeg. Nest. Zo. Lekker meid. Nou, zoals je zag op het laatst, dan geef ik alleen de klikken nog. Dan laat ik de snoepjes achterwege. Want zo bouw je het op en af, zeg maar. Je bouwt het op met de snoepjes en daarna bouw je de snoepjes ook weer af. Want anders dan heb je heel veel honden die tonnetje rond zijn. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Ze krijgen ook elke keer maar een klein stukje. Dus niet gelijk een hele pluif. En dat zijn de basic, ja, niet echt de basic dingetjes meer, maar de advanced dingetjes. Ik heb er net even met snoepjes gedaan. Ik kan nu nog een bal doen. Jess is gek op een bal, dus die doet alles voor een bal. De jongens hebben even een praatje nodig. Maar wat ik zei, Jess doet alles voor een bal. En die vindt het ook leuk om te werken. En het is ook gewoon beloningsgericht.
om het op het volgende afgelopen filmpje een beetje terug te schakelen, zeg maar. Ik ga nu alle oefeningen los doen met haar. Dan kan je zien hoe je in de toekomst, misschien al in het heden, je opdracht nog kan doen. Dus we gaan aan de slag. Ja. We beginnen met dust. Zo. Los. Zo. Af. Heel goed. Ertussen? Nee. Oefening er laten rennen, dan heeft ze weer focus voor de volgende opdracht. Dan gaan we vanaf hier weer tussen. Tussen. Oh, je handjes daar op de schrift, dat is echt niet. Vooruit. Heel goed, knapper. Kom maar nu, naast. Naast. Goed zo. Als je ziet, Jess is gewend om echt achter me te zitten. Zo toont zij respect voor mij. Dus dat is alleen maar mooi dat ze dat doet. Wacht. Goed zo, pak maar. Kom. Naast. Nou, ik neem dadelijk Jess even mee een stukje naar achter. Dan zetten we haar op wacht. En dan op een gegeven moment roepen we haar voor. Als beloning krijgt ze dan de bal. Maar samen met de bal noem ik het woordje apport. Dat is dan ook een commando. Dat is halen en brengen. Dus we gaan het even zien hoe dat zich vooruitspeelt. Volg. Dat ze weet dat ze moet blijven wachten. Voor. Heel goed. Apart. Balverland. Heel goed meisje, knapper. Ja, door het apport gaat ze dan het halen en brengen brengen. De bal brengen bedoel ik. Ik heb dus ook nog het commando aangeleerd van in de hand. In verband met dat ze het dan in mijn hand aangeeft en niet van de grond. Dat scheelt mij mijn rug en haar tanden.